Deze aflevering gaat over dierenfotografie. Hoe zet je dieren het best op foto? Hoe hou je rekening met de dieren? En wat heb je nodig aan apparatuur om dat te doen? Voor het laatste gaan we eerst naar Photo Brand Store in Heemskerk. En we gaan aan Maarten vragen, wat heb je aan apparatuur en spullen nodig om de dieren het best op foto te zetten? Hey Maarten. Hey Willem. Nieuw onderwerp. Vandaag dieren. Dieren. Ja, heel breed natuurlijk wat je dan kan doen. Ja. Maar heb jij tips? Wat heb je nodig aan apparatuur? Waar moet je rekening mee houden? Nou, waar mensen sowieso behoefte aan hebben, dat is weer zoomen. Ja. Dus vaak kiezen mensen voor een superzoomcamera of voor telelensen als je een camera hebt met verwisselbare lenzen. Ja. En eigenlijk hetzelfde zoals met de vogeltjes. Stabiliteit en afstand zijn dan belangrijke dingen. Ja. Dus ik ga het toch weer laten zien dan. Het één pootje als je met zware lenzen op pad gaat. Of als je heel lang geconcentreerd op dat ene dier wil mikken. En wat belangrijk is, is dat je als je gaat lopen, je camera natuurlijk ook wel snel paraat kunt hebben. Je weet nooit wanneer je wat tegenkomt. En dan is een riem, die wat langer is dan de riem die vaak wordt meegeleverd van de leverancier. Ik heb er eentje om, Willem. Kijk, dus je kan heel makkelijk zo je camera pakken. Dus als er wat gebeurt, moet je natuurlijk snel startklaar zijn. Ja, en misschien als tip toch weer de drive te gebruiken. Hè? Dus veel beelden per seconde. Ja. Dat verhoogt je trefkans weer. Ja. Het scherpcelsysteem is ook belangrijk, hè? Dat je een onderwerp kan volgen. Je hebt natuurlijk ook nu camera's, hè, die ook inderdaad op dieren, hè, het oog van het dier pakt, herkent. Hè? Dat maakt het natuurlijk ook een stukje makkelijker. Ja, dat moet je vaak wel apart instellen. Ja. Dus of de oogherkenning werkt op mensen, of hij werkt goed op dieren. En ook weer niet op alle dieren. Dus het is toch wel slim om je scherpcelsysteem goed onder de knie te krijgen. Misschien nog een extra tip is om in het juiste perspectief te werken. Dus ik zie vaak mensen die drukken foto's af van hun hond of een kat in de winkel. Ja. En die worden van bovenaf zo naar beneden gefotografeerd. Waardoor die dieren natuurlijk heel erg klein op de foto gaan. Dus als tip naar fotografen, zak eens even goed door je knieën. En probeer op ooghoogte of misschien een klein beetje onder de ooghoogte van dieren te fotograferen. En bij dieren denk ik ook zorgen dat je snelheid van fotograferen, je sluitertijd... Dat hij heel snel staat, omdat die beesten natuurlijk zo snel gaan. Ja, en dat zal een muisje zal een andere sluitertijd nodig hebben dan een olifant. Ja. En dat is aan de fotograaf om dat te ontdekken. Ja, absoluut. Dat is ook heel leuk. Nou, dank voor alle tips weer, Maarten. Heel graag gedaan. En veel plezier in het veld. Dankjewel. Hoi. Hoi. We zijn nu bij de Schotse Hooglanders in het duingebied van Heemskerk. En uiteraard hebben we een telelens bij ons, want het is goed om wel afstand te houden van deze dieren die heel vriendelijk zijn. Maar je moet ze toch ook even in de gaten houden. Ik ga hem even de ruimte geven. En ik vind het heel mooi om altijd die kop vast te leggen. Dus daarom ga ik ook even heel laag om op de gelijke hoogte te komen. Wachten tot hij onze kant op kijkt. Ja, precies. En je ziet dat het echt kuddedieren zijn, want er waren er net twee en we zien er nu, die zijn er al vier, hebben we al gesignaleerd. Ze zoeken elkaar ook altijd op. En als we elkaar kwijt zijn, dan hoor je ook al enorm dat ze beginnen te loeien naar elkaar. En dan komen ze altijd heel gauw naar elkaar toe. Oh wauw, kijk nou. Ze gaan het water oversteken. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Oh, fantastisch. We zijn hier nu bij een vossenburcht op grote afstand, dus vandaar ook de grote telelens. Want het is belangrijk wel op afstand te blijven. En er schijnt hier een vossenburcht te zijn met kleine vosjes. En we hopen dat het geluk aan onze kant is en dat we ze zo meteen gaan zien. Dus we gaan even kijken. Hé, hey, wauw, kijk nou. Ah, dat is wel uniek dat we die nu kunnen vastleggen. Ja,
het is fantastisch om zo de natuur te kunnen vastleggen. Welkom terug in de studio. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren over dierenfotografie. En zoek het niet al te ver. Je hebt wat voorbeelden gezien, maar je hoeft niet heel ver weg te gaan voor de dierenfotografie. Want ook in je achtertuin gebeurt het waarschijnlijk al, of op je balkon. En dus kijk ook daar wat er bij de planten gebeurt, bij de bloemen. Misschien heb je wel een vlinderstruik waar de vlinders zijn. Dus doe dat ook, je hoeft niet heel ver weg. Er komen nog meer afleveringen, maar vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.